Ik ben Rick Zuiderwijk, ben 17 jaar, voetbal bij Willem II en ik kom uit Breda. Ja, ik denk het was gewoon bij Willem II zelf of toen nog bij RKC. En ja, natuurlijk, dat is wel veel anders. Je krijgt kleding van Willem II zelf. Alles wordt geregeld. Spelers stonden er toen volgens mij die ons training gaven. En natuurlijk wordt ook wel even op een andere manier getraind. En ja, ik denk dat alles bij elkaar wel voor mij wel een leukere training was dan normaal. Maar ik denk als ik er wel eentje zou mogen uitkiezen, zou ik op dit moment denk ik toch van Curaçao. Ja, toch gewoon de stranden. Gewoon echt even 2 weken is daar gewoon echt niks doen. Het is gewoon naar het strand gaan en gewoon echt gewoon eventjes genieten. Ik denk dat ik wel aardig druk was vroeger. Gewoon druk, ruzie met je broertje en zo. Ja, nooit echt een probleemkind of zo. Gewoon een beetje speels. Ik denk dat voetbal voor mij is dat je gewoon eventjes nergens aan kan denken. Bijvoorbeeld als ik nu uit school kom, ik heb een zware dag gehad gewoon op school, dat je gewoon eventjes gewoon nergens aan kan gaan denken, dat je gewoon eigenlijk doet wat je het liefste doet. Slangen. Ik ben echt bang voor slangen. Je moet mij niet in een kamer zetten met slangen of een beetje glibberige beesten, maar voornamelijk slangen. Ik denk toch wel. Ja, op dit moment vind ik de fans wel heel erg tof bij Willem II. Die staan wel elke wedstrijd achter, zowel uit en thuis. Ik denk op dit moment, hoe ze nu spelen, zou ik heel graag bij Liverpool willen spelen. Ja, voornamelijk gewoon met vrienden afspreken. Gewoon, ook gewoon met hun buiten voetballen of uitgaan op zaterdagavond of zo. Ik denk dat ik dan toch wel gewoon voor frietjes zou gaan. Dier. Een tijger of een panda, denk ik. Panda vind ik altijd gewoon heel mooi. En ja, de bijnaam van mijn vader is ook altijd een panda. Dus ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat vind ik altijd wel grappig. En een tijger, omdat het gewoon, ja, is gewoon de king of the jungle. Ik denk op clubniveau natuurlijk gewoon Champions League winnen. Maar ik zou misschien nog wel liever zou ik het WK willen winnen.